Het is heel vroeg. Het is woensdag vandaag. Ik ga me eerst even klaarmaken, want ik moet naar de Aldi voor iets te gaan halen wat ik had gezien in de folder. Dat is niet alleen de reden. We gaan vandaag ook op daguitstap naar Dardenne. Ja, naar Wallonië. Gewoon een leuke dag. Tijd om naar de Aldi te gaan. En wat ga ik er kopen in de Aldi? Wel, er stond in promotie een multi-USB-poort voor op de computer aan te sluiten met 7 USB-poorten. Kippen. Oeps. En hij vloog er spontaan uit, dus ik zal even de render nemen. Zo. En nu naar den Bakker. Zo, ik ben langs de Aldi geweest, langs de Bakker en het tankstation om daar nog een aantal pakketjes te gaan afgeven. Het is toch al flink weggedaan op zo'n vroeg uur voor mij, op een vakantiedag. We gaan zondag naar Dardenne en dan gaan we eerst naar Planeu. Dat is een soort van bedevaartsoord, speciaal voor mijn schoonmoeder. En we gaan ook naar Durbuy, het kleinste stadje in Europa en in de wereld, denk ik wel. Ook in Wallonië. Heel gezellig en ze hebben daar heel goede confituur. En ik hoop, omdat school terug begonnen is, dat het een beetje rustiger is. Hè? Trouwens, voor al diegenen die terug naar school zijn gegaan, al mijn kijkers die naar school gaan, ik zou zeggen, maak er een fantastisch schooljaar van. Ik wens je veel succes. Er is nog iets anders dat ik wil zeggen, namelijk het volgende. Als je op school bent en je merkt dat er een van je medeleerlingen, een van de, niet alleen klasgenootjes, maar andere leerlingen op school, een beetje opzij worden gelaten, die niet zo modieus gekleed zijn of die nogal stil zijn en verlegen. Of dat er anderen zijn die gepest worden of zo, dan hoop ik dat jij een van die mensen bent die ervoor gaat opkomen voor zo iemand. Die gaat tussenspringen en gaat ervoor zorgen dat ze niet gepest worden. Dat die zich ook thuis voelen in de school. Ook mensen met een handicap of zo, je weet het ook niet altijd, je ziet het ook niet altijd. Maar zorg ervoor dat iedereen zich fantastisch voelt in de school. Dat er niemand uitgesloten wordt en dat er niemand gepest wordt. Dat jij een van die mensen bent die mee die pesters aanpakt. Dan lig je bij mij in een heel hoog schuifje. Hè? Even een tussenstapje, klein picknickje onderweg. We zitten aan een boer, dat is een heel diepe put. De overgang van Vlaanderen naar Wallonië eigenlijk. Het is trouwens prachtig weer. Kijk eens. Ik weet niet of je het een beetje kon zien. Daar lag dus de boer, een diepe put. We hebben al bijna gedaan mee. Eten. Heel lekker. Pistolees. Met tonijnsla. Pistoleetjes met tonijnsla. Kei lekker. Voilà, we zijn er. Dit is Abaneu. Een soort van bedevaartsoord. We komen hier naartoe speciaal voor mijn schoonmoeder die een dankjebedje wil doen. Omdat ze is genezen van haar kanker natuurlijk. Mijn schoonmoeder, haar geloof is altijd haar grote kracht geweest. Waarom hou vast in haar leven. En we hebben er respect voor. Een serieuze paternoster, man. En deze hier. Dus in kort, we wonen hier in gezin met 5 kinderen, waarvan toch al zeker 1 de dochter, familie Beko, waren niet echt katholiek of wat dan ook. En de dochter die heeft 6-7 keer een verschijning gehad van Maria. En heeft opdracht gekregen om hier een huisje te bouwen in een soort van heiligdom. En dat is dus gegroeid tot iets groter natuurlijk. Hè. Het is nog altijd heel populair. Veel mensen komen hier op bedevaart. Er is ook een bron waar je water kunt gaan halen. In de winkeltjes hier kun je het een beetje kan zien. Daar verkoopt ze allemaal tonnetjes. Tonnetjes waar je dus dat water kunt indoen.
Hier kunnen ze dus water van de bron krijgen. En daarvoor kunnen ze dus die bussen kopen in de winkels. En ook een flesje vullen. Er staat wel een kracht achter de bronwater. Vullen. We hebben niet alleen een heilige hier in Banneu, maar we hebben ook een judo-team. Ja, graven. We zijn op weg naar de auto. Dat is genoeg Banneu. Nu gewoon naar Turbi. Kleinste stadje van de wereld. Zo, we zijn er in het kleinste stadje van de wereld, Turbi. En het zit hier stamvol. Typerend voor Turbi, de gezellige, smalle straatjes natuurlijk. Dit is redelijk wat dicht, want het hoogseizoen is al achter de rug natuurlijk. Maar er zijn nog wel een aantal zaken open. We zijn op zoek naar dat winkeltje waar we altijd confituur gaan halen. Ligt hier in een van die straatjes. Nu, heel groot is het niet, want dan zou het niet het kleinste stadje ter wereld zijn natuurlijk. Het winkeltje van de confituur. La vraie confituur de Turbi. Deze winkeltje, die allemaal originele streekproducten, Turbi, confituur, hier, noem maar op. Zeker is binnenspringen. Zo, dat zijn de dingen die we gekocht hebben in een winkeltje hier aan het oude naam. La vraie confiture de Turbi. Turbi ligt trouwens in de provincie Luxemburg in Wallonië. Moest het eens opzoeken, maar normaal gezien, als je in je GPS Turbi intypt, dan gaat hij automatisch naar hier hoor. Dus echt veel verkeerd rijden, god niet doen. Deze is trouwens een heel speciaal rotsstructuur. Volgens mij organiseren ze hier ook het een en ander. Die rots is in ieder geval wel heel speciaal. Nog iets dat ik als kind altijd boeiend vond, fonteinen. Niks zaliger dan met deze weer fonteinen en je krijgt hier een klein beetje verfrissing. Ik hou van kunst. Het zou alleen handig zijn, moest er af en toe eens een uitlegbaar zijn. Geen flauw idee. We hebben gegeten in het restaurant hier achter mij. We zijn een beetje gaan lopen vanwege de bijen die ons borden begonnen aan te vallen. We gaan ondertussen vertrekken in Turbi. We hebben hier een leuk dagje gehad. We gaan stilletjes terug naar huis. Je moet eens raden waar ik zit. Inderdaad, in de auto terug. Nee, ik heb goed nieuws gehad. Met een camera, voor de zij die het al allemaal gevolgd hebben, ik had een Spiksprint, een nieuwe camera in juni. Ik heb die laten vallen in Blankenbergen met de lens uitgetrokken op de grond en die was helemaal kapot. Spiksprint, een nieuwe camera, de Canon G7X Mark II. Ik heb net bericht gekregen dat hem af is en ik ga hem halen in Bergen op Zoom. Jop. Zo, we zijn er in Bergen op Zoom. Tech Repair. Dat is de officieel reparatiecentrum voor Canon, GoPro en nog een aantal merken. En hier mag ik mijn camera terug gaan afhalen. Jee! Daar ligt hij te wachten op mij. Mijn camera. We hebben hem! En ik zal het laten zien. Kijk, kijk. Hier is hij. Helemaal splinters nieuw lijkt het wel. Hè? Ik heb trouwens de batterij ook meegenomen. Kan ik meteen zien of hij naar behoren werkt zoals het moet. Zo, spannende moment. Haha, yes.
Yes, 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 yes. Jawel, back in business. En net op tijd dat ik hem terug heb. Dan morgen vertrekken we naar Londen. Ja. Dus het kon geen beter moment zijn om hem terug te krijgen. Hè.